Als we nou gewoon eens even kijken naar binnenlandse zaken en we kijken naar D66 bij de begroting van de koning, vierde de heer Sneller dat zijn partij 55 jaar bestond. Zijn partij is opgericht voor democratische vernieuwing. Niet, maar hij luisterde wel. Ja, ik heb, meneer Sneller, u ik komt heb veel belang, ik heb met veel belangstelling geleken. Meneer Bosma. Ik luister altijd als de heer Sneller spreekt. Kom dan gewoon in de zaal. Meneer Sneller, wilt u dit niet doen? Voorzitter, het lijkt de Albert Kuipmarkt wel hier zo, maar dat als er een of andere viswijf door me heen staat te bleren. Kom op zeg. Voorzitter, Binnenlandse Zaken en D66 dat 55 jaar en 1 week bestaat. Gefeliciteerd. D66 is opgericht door democratische vernieuwing.